Kunnen we dus meer verwachten de komende tijd? Dus nog meer uitval, meer... Wat die zomergolf precies gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Het is een beetje onverwacht natuurlijk, maar we hebben in Zuid-Afrika en in Portugal hebben gezien dat midden in de zomer wel degelijk een golf kan optreden als het warm is. En daar lopen we nu een beetje tegenaan in de landen die ons omringen. We zien bijvoorbeeld niet in Scandinavië nog op dit moment, maar die golf die komt eraan. Maar dat is nog relatief beperkt in de zomer, denk ik. Waar het precies heen gaat, heeft te maken ook met de nieuwe variant die meer dominant wordt. Er zijn er steeds meer. Maar het grote probleem, denk ik, dat gaat komen, is eerder tegen de wintertijd. Ja, ja. Dan zullen we waarschijnlijk toch veel meer te maken krijgen met personeelsuitval. Ja, het probleem is ook dat als mensen ook maar positief getest worden, iemand die een beetje keelpijn heeft, normaal gaat hij aan het werk. Maar nou, alles wat bij ons positief test, en dat is meer en meer, die willen we dus niet meer op de werkvloer hebben, omdat die het virus verspreiden. Ja. Ja.